Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Het leed dat is drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, dan helpt God altijd weer en geeft hij kracht naar kruis. Dit versje kwam ik tegen dit weekend in Museum De Fundatie in Zwolle, op een grote tentoonstelling van Rob Scholte. Rob Scholte maakt heel divers werk en dit is eigenlijk helemaal niet typerend voor hem. Ik weet niet zo heel precies wat hij ermee wil zeggen, maar ik vond het wel treffend op een bepaalde manier. Hij heeft dit 4 of 5 keer afgebeeld, dit vers. Het is een vers dat ik al wel kende, omdat mijn moeder dat wel eens tegen me zei. Een mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest. Misschien ken jij het ook wel, dat iemand dat wel eens aan jou heeft gezegd. Het is niet bekend van wie dit vers is, maar het woord wel. Met twijfel toegeschreven aan Revius. En dan komt het uit het begin van de 17e eeuw. Het is een vers in jamben. Jambus. Jambus. Padam, 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 padam. Dat is een jambe. Padam. 2-voetig metrum. Padam, padam. En je kunt iets zeggen over het rijm. Meest. Vreest, zwaar, gebaar, dat noemen we mannelijk rijm. Bam, bam. En we hebben ook vrouwelijk rijm. En dat is dan dagen en dragen. Wat een vreemde benaming, hè? Mannelijk en vrouwelijk rijm. Het heeft iets te maken met wat krachtig en wat zachter zou zijn. Of zo, vreselijke benaming. Oh, het wordt tijd dat die verdwijnen. Ja, wat moet ik verder zeggen over het gedichtje? Ik kan het niet echt poëzie noemen. Het is natuurlijk heel godvruchtig. Maar er zit ook wel een zekere bemoediging in. Misschien ook wel voor degene die die bemoediging niet bij God zoeken. Dat het niet zoveel zin heeft om je heel erg zorgen te maken. Want wie weet, valt het ook wel mee. Nou, mogen dat een bemoediging voor je zijn?